Yo, welkom bij weer een nieuwe video in deze lichaamsgewichtserie. Vandaag is onze sixpack en over het algemeen onze complete buikspieren, onze hele core regio, die is aan de beurt. Dus ik heb vandaag weer een aantal mooie oefeningen voor jullie verzonnen. We gaan lekker beginnen. De eerste oefening is gelijk een beetje een vreemde, maar wel hele leuke oefening. Zorg dat je hem uitvoert ergens op een matje of bijvoorbeeld op een handdoek of iets wat een beetje zachter is. Ik heb een mooie rubber tegenvloer. Ik ga er niet vanuit dat jij die thuis hebt. Je hoeft enkel je handen en benen te strekken, dan keihard je buik aanspannen en continu aangespannen houden. Je wilt tijdens deze oefening geen één keer spanning uit je buik verliezen. Voor de volgende oefening gaan we in een plankpositie staan en daarna gaan we in een opdrukpositie staan. En dat gaan we continu heel de tijd herhalen. Dus opdruk en plankpositie en daarna schoppen we onze knieën naar het hoofd toe. Wat je bij deze oefening wilt doen is je hoofd en je knieën echt zo ver mogelijk naar elkaar toe draaien, zodat je buikspieren al het werk doen. Bij de volgende oefening wil je je tenen naar je hoofd toe brengen. Deze oefening zal voor sommige mensen een beetje wennen zijn, want je wilt echt de nadruk leggen op je buikspieren en niet zozeer op je beenspieren. Je wilt dus naar voren komen, je buik vol aanspannen en daardoor dus ook je onder- en bovenrug een klein beetje bollen. Bij oefening nummer 3 nemen we weer een opdrukpositie aan en dan gaan we kruislinks onze tenen aanraken. Dus linkerhand rechter teen, rechterhand linker teen. Wanneer je deze oefening gaat doen, wil je ervoor zorgen dat je niet gaat hangen in je heup. En wat ik daarmee bedoel is, wanneer je in de opdrukpositie terugkomt, wil je heup mooi in de lucht houden. Die gaat dus niet naar beneden zakken. Je heup blijft mooi in lijn met je schouderbladen en je tenen, zodat je lichaam een mooie vlakke plank is. Voor de volgende oefening nemen we weer een mooie vlakke plankpositie aan met een neutrale rug. En wat ik daarmee bedoel is exact hetzelfde punt als bij de vorige oefening. Je onderrug is in een neutrale buiging en je wilt niet gaan hangen in je rug. Zodra je die positie hebt gevonden, dan wil je echt alle kracht uit je buikspier halen. Je wilt dus niet kaart af gaan zetten met je armen, maar echt je buik het werk laten doen. Op mijn kanaal staan verschillende series, zoals de verzuringsserie en natuurlijk deze lichaamsgewichtsserie. Als je al die video's wilt zien, vergeet dan niet te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video.